Ja, Michel, Formule 1 tijdens een kart-evenement voor de kleinkinderen die ook nog eens jarig zijn. Gefeliciteerd daarmee, maar toen nog een beetje van de Formule 1 kunnen genieten. Ja, ik heb zeker, iets meer dan de helft gezien. Allemaal even 5 minuten karten, 5 minuten Formule 1. En was toch wel een aparte race. Max is beduidend de beste. Daar kunnen we niet omheen. Of het nou aan zijn kwaliteit alleen ligt of ook nog een beetje aan de auto, maar hij was gewoon superieur. En ja, wat ik erg jammer vond is dat hij natuurlijk die klapband kreeg. Dat is iets, ja, dat kun je niet tegengaan. Er zal wel iets op de baan gelegen hebben of wat dan ook. Of band klopt gewoon. En dan dat Perez wint, ja, dat vind ik eigenlijk het allermooiste. Want gek genoeg stond ik net op de startgrid bij de kartrace. En er ging een heel gejuich omdat Hamilton zich verremde en rechtdoor vloog. Dat heb ik helaas net niet gezien. Maar dan kun je zien dat hij al zijn credits wel een beetje verspeeld heeft. Ja, Hamilton had natuurlijk gouden zaken kunnen doen door in te lopen op Verstappen. Maar ja, die verremt zich omdat hij toch nog die winst wilde pakken. Wat vind je ervan? Dat hij toch nog P1, P2, in ieder geval die 18 punten die hij had, weggeeft? Ja, dat is natuurlijk niet handig. Dat is ook weer wereldkampioen onwaardig wat er gebeurt. Maar het begint er toch wel op te lijken nu die ineens druk voelt wanneer hij niet meer de beste is. Dan zie je toch dat er wat schoonheidsfoutjes ontstaan. En dit had natuurlijk nooit mogen gebeuren. En ja, geknoei. En eigenlijk vind ik het wel mooi. Ja, ook een hele mooie opluchting voor Verstappen, denk ik. Ja, natuurlijk. Want ze staan nog steeds gelijk nu zoals het was natuurlijk. Dus Max nog een klein stukje voor. Dus we hebben nog een hoop te gaan. Dus er kan nog zoveel gebeuren. Maar als je nu ziet op dit circuit, was in alle secties was hij toch wel heel goed, Max. Dus in de korte stukken, lange rechte stuk. Dus we hebben er wel vertrouwen in dat het goed gaat komen.